Ik moet nu even gaan kijken of er nog handjes zijn. Ik zie in ieder geval een handje van Arno Reuser staan. Arno, jij had een vraag voor Christian. Wil je die nu persoonlijk stellen? Nou, graag. Christian, hartelijk dank voor de lezing. Uitdagende lezing, moet ik zeggen. Ik vroeg me op de eerste plaats af, heb je nog vacatures? En op de tweede plaats, je hebt een paar keer genoemd het woordje spreadsheet als tool om je data te ordenen. Ik vroeg me af, wat voor software gebruik je om al die data uit een spreadsheet te analyseren? En dan vraag ik me af, software in de zin van I2N, dus notebook of dat soort categorieën. Kun je daar iets over zeggen? Jazeker. Spreadsheets inderdaad. Ik weet niet wat het juiste Nederlandse woord daarvoor is. Als iemand dat weet, deel het gerust in de chat. Rekenblad. Een rekenblad. Nou, dat is een mooi. Ja, ik zie hier, er zijn er twee. Een rekenblad. Wij vinden wat wij heel. Omdat we natuurlijk in team samenwerken. En zeker nu met de pandemie waar iedereen thuis zit. Google Sheets is ontzettend fijn. Omdat je daar meteen mensen toegang kunt geven. Eigenlijk gebruiken wij geen andere. Software om het dan te analyseren. We gebruiken wel een tooltje om het op te schonen. Af en toe als je een spreadsheet, een rekenblad krijgt van een bron die wat rommelig is, of van een overheidsinstantie die de zaken niet zo netjes op orde heeft als wij het graag zouden willen. Dat zie je ook wel eens in Nederland trouwens, als je via een WOP-verzoek rekenbladen krijgt. Nee, wat we eigenlijk doen, we houden het gewoon heel netjes allemaal. En wat we vaak doen is, er zijn kleine handigheden, die kent u misschien zelf ook wel. Maar ik zal even nog een keer mijn scherm even delen. Om even heel kort te laten zien hoe ik zelf altijd wel een spreadsheet begin. Dus stel, ik begin even een nieuwe spreadsheet. Als het goed is, zit in mijn scherm. Dit kan wel even. Ik wil niet te veel natuurlijk van de onderzoeken laten zien. Hier is even de nieuwe spreadsheet. Nou, dan wat we vaak doen is time local. Hè, van wat is de tijd in Syrië of in Nederland? Time UTC, om daar gewoon geen. Dus Universal Coordinated Time. Datum misschien voor. Maar deze dingen hierboven, die trekken we vaak meteen naar beneden. Hè, want dan zet je ze op slot. En dan kun je ook heel makkelijk sorteren. Hè? Dus wat we vaak doen is bepaalde autosorts nemen. Of bijvoorbeeld bepaalde kleurcodes gebruiken. Dus dan doe je hier conditional formatting. En dan zeg ik nou elke keer als er een SU 2024 wordt gespot. Dan wil ik dat die groen wordt. Want dan kan ik meteen in snel opzicht zien. Oké, welke ziekenhuizen. Hè? Dan heb ik hier een naam van het ziekenhuis. En dan heb ik hier flight observations. En dan denk ik van oké, als een ziekenhuis, als er nou een Russisch vliegtuig is gespot, wil ik meteen dat die rij groen wordt. Waarom? Omdat hier op een gegeven moment honderden entries zijn. Dus dan wil ik soms vaak meteen zien van hey, welke vliegtuigen zijn er. Maar anders dan dat gebruiken we niet veel. Wat we wel doen is dat we vaak linken meteen. Hè? Dat is dan, laat ik zeggen, het medisch centrum Leeuwarden, om er wat te noemen, dat het ziekenhuis is. Alle informatie die ik dan heb, die link ik meteen naar een andere spreadsheet. Dus dan doe ik een Google Doc of een andere spreadsheet met alle specifieke informatie gerelateerd aan dat incident op die datum bijvoorbeeld. Maar ja, daar houdt het dan eigenlijk ook al wel mee op. Het is redelijk, als we hier ook even snel, of niet deze, hier ook even snel kijken naar, niet deze, maar deze is wat meer. Kijk, als we dan kijken naar deze. Ik heb hier maar een paar rijen staan, maar dan zie je dus hoe we dat onderdelen. Al die groene ziekenhuizen zijn dus ziekenhuizen die we onderzoeken. Je ziet dat het blauw is, omdat het linkt naar een Google Doc. Geel was voor ons al eentje die we hebben gedaan. En wit of blauw is gewoon de alternating colors. Dus de verschillende kleuren om makkelijk die rijen te onderscheiden. Maar datum, exacte tijd van het bombardement of geschatte tijd. zo organiseren we dat dan een beetje. En daar houdt het dan ook wel mee op. Maar het is wel zaak dat je alles gewoon goed in orde houdt. En vooral met plaatsnamen, dat het allemaal een beetje uniform is. Ja.
lukte horen en te zien dat je inderdaad dat die hele gewone tools die we allemaal kunnen gebruiken, dat die gewoon toegepast worden. Dat je helemaal geen hele bijzondere tools daarvoor nodig hebt om dit soort onderzoek te doen. Nee. Dank je wel voor je antwoord, Christian. Ja, leuk je weer even te zien. En jou, wederzijds. ik zag in de vragen op mijn, in de chat ook nog twee vragen die ik nog eventjes wilde doorgeven. Ene is eentje die wel eens vaker aan de orde komt, dat de Russen niet altijd heel erg blij zullen zijn met jullie publicaties en of jullie daardoor wel eens voorzichtiger geworden zijn in wat je doet en hoe je je gedraagt. Je bent zelf natuurlijk voorzichtig, hè, met de informatie die je deelt. Met name omdat natuurlijk je wilt de mensen die dit soort informatie op de grond in Syrië verzamelen, die mensen lopen het grootste risico. Die wil je koste wat het kost beschermen. Dus daar zijn we heel voorzichtig mee. Wat je verder ziet is gewoon, kijk, ik bedoel, dit is een Nederlandse groep, dus iedereen is hier wel bekend met hoe Rusland omgaat, de Russische autoriteiten omgaan met MH17. En natuurlijk ook vanuit Bellingcat, hoe Rusland daarmee omgaat. Het is natuurlijk te bizar voor woorden, maar dat doen ze hier ook. Ik bedoel, ze taggen ons in berichten. Kijk, de Nederlandse ambassade, de Russische ambassade in Den Haag en Russische consulaat in Amsterdam. Ja, die taggen ons dan in een bericht op Twitter, wat natuurlijk gewoon eigenlijk bizar is. En die noemen het dan allemaal fake news, dit en dat. Maar ja, weet je, kijk, so be it. En het gaat er gewoon vooral om dat we heel voorzichtig zijn met onze bronnen. Ja. Ik zag ook nog een handje van Peter Evers. Peter, had jij nog een vraag aan Christian? Ik zie hem hier staan, volgens mij, over het neergestorte toestel in Pakistan. Ja. Ja, dat was mijn vraag. Het maakte me erg nieuwsgierig in ieder geval. Nou, je dat onderzoekt. Dus ik ben wel benieuwd of daar al conclusies aan te verbinden zijn. Dit is even gewoon niet, citeer dit vooral niet als de New York Times journalist zegt, maar het interessante is dus voor de mensen die het hebben gevolgd, kijk, wat heel fijn is bij de New York Times, ik krijg dan alle tijd om hiermee bezig te zijn. We hebben niks gepubliceerd, omdat het niet, we konden geen conclusies aan vastbinden wat er nou precies in de cockpit is gebeurd. Wat ik wel kon uitvogelen is het volgende. Voor de mensen die het niet weten, dus een vliegtuig gecrashed in Karachi, een grote stad in het zuiden van Pakistan, afgelopen donderdag. En bijna iedereen is overleden, maar er zijn tenminste twee overlevenden. En de vraag is, wat er is aan hemelsnaam gebeurd? Nou, het lijkt geen kwaad spel in MH17 of die Iraanse vlucht, of die Oekraïnse vlucht, die werd neergeschoten door Iran. Dat lijkt niet het geval te zijn. Maar het is natuurlijk wel de vraag, wat is er precies gebeurd? Nou, aan de hand van beelden. Weer radiogesprekken tussen de piloot en de luchtverkeersleiding, die voor commerciële vluchten gewoon publiekelijk zijn. Hè. Die worden opgenomen, liveatc.net, kunt u ze gewoon terugluisteren. Werd al duidelijk dat het vliegtuig eigenlijk te hoog aankwam. Zo leek het. Het vliegtuig kwam te hoog aan, de luchtverkeersleiding zegt, misschien moet u maar voor een not around gaan, want het is te veel te hoog hoe u aan wilt komen. Op wat voor manier dan ook heeft die piloot voor gekozen om toch te gaan landen. En op de een of andere manier lijkt het landingsgestel niet uit zijn te gaan geweest. Maar wat er dan gebeurt was eerst onbekend. Dat vliegtuig maakt een landingspoging, maar lijkt niet de landingsbaan te raken. En zegt tegen de luchtverkeersleiding, we gaan de lucht weer in. We gaan voor een poging nummer 2. En we maken een cirkel. En terwijl die de tweede cirkel maakt en weer richting de landingsbaan gaat, stort dat vliegtuig neer. Ongeveer een kilometer van de landingsbaan af. Dus heel dichtbij. Wat is daar gebeurd in hemelsnaam? Nou, wat we hebben kunnen vaststellen is dat er spottenfoto's waren van dat vliegtuig, terwijl die tweede cirkel maakte.
De motoren zijn helemaal donker aan de onderkant. En dat op een gegeven moment met een Pakistaanse journalist in contact waren die exclusieve beelden had gekregen van de landingsbaan. Wat was er nou op die landingsbaan te zien? Enorme zwarte strepen. En we gingen die strepen opmeten. Dat was 12,5 meter. Dat is ook precies de afstand op een Airbus A320-214 van de motoren. Als het landingsgestel niet uitgaat, dan zijn die motoren lager dan de romp van het vliegtuig. Dus wat gebeurt er als je landt zonder landingsgestel? Dan schaven die motoren over, over de runway. Nou, wat lijkt er zijn te gebeuren te zijn met al die informatie die we dan op een gegeven moment bij elkaar verzamelen, dat dus op de een of andere manier die piloot is geland op zijn motoren. En dat onze aanname is dat die voor wat voor reden dan ook weer is opgestegen. Er dan achterkomt dat die motoren niet meer werken, want die zijn helemaal kapot, waarschijnlijk kapot geschuurd op de landingsbaan. En dat konden we ook zien aan die spottersfoto, konden we zien aan satellietbeeld van de landingsbaan, als ook van die exclusieve beelden van de landingsbaan. En dat hij dus blijkbaar die tweede poging heeft gemaakt en dat hij dan zegt tegen de luchtverkeersleiding, mijn motoren doen het niet meer. En dat hij dan probeert natuurlijk nog die landing te maken en dat niet genoeg kracht meer voor heeft. Want ontzettend triest is. Die beelden zijn een dag later, nadat wij ze hadden, zijn ze ook in Pakistaanse media gepubliceerd. In Amerika, in Engelstalige media is er niet zo heel veel aandacht voor geweest. Bij de New York Times besloten we ervoor om het niet te publiceren, omdat het gewoon te veel tijd kost. En dat we ook wilden, we wilden het wel publiceren, maar we wisten ook, oké, iemand anders gaat waarschijnlijk die beelden wel publiceren. Maar we wilden gewoon graag weten, wij wisten geen antwoord op die vraag, die je natuurlijk met open bronnen niet zo vaak kunt beantwoorden. Waarom is die piloot, heeft hij ervoor gekozen om de luchtverkeersleiding niet te volgen en toch te gaan landen? Waarom ging dat landingsgestel niet uit? Is hij dat vergeten? Was het een technische fout? Want je hoort op de recording, hoor je op de achtergrond, piep, 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 hoor je. En dat lijkt voor zo'n Airbus A320, lijkt dat het aan te geven, hey, het landingsgestel gaat niet uit. Waarom gaat hij toch landen en waarom is hij weer opgestegen? Maar dat waren vragen die, zeg maar ik niet hoor, maar mijn hogeren bij de New York Times zeiden, die vragen moeten we gewoon iets mee. Want anders is het zoiets van, oké, ja, dat vliegen is weer opgestegen, maar wat is er hemelsnaam gebeurd? Dus daar zijn we mee bezig, maar dat lijkt toch wel, ja, het een heel triest geval te zijn, die crash daar. Maar wat wel natuurlijk een nieuwtje was, zoals we in de journalistieke wereld noemen, een scoop, is dat vliegtuig dus zijn motoren kapot waarschijnlijk heeft geschaven op die landingsbaan en weer is opgestegen. Ja. Nou, spannend verhaal. Zeg maar triest, triest. Dankjewel, Christianus. Ja, natuurlijk. Terugkomen in New York ooit. Ja.